Hallo lieve kijkers, welkom bij een nieuwe video. Gloednieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Nou, zeg ik nog een keer naar mijn nieuwe video. Nou, veel kijkplezier. Vandaag heb ik een kastopruim video voor jullie. Ik ruim meestal mijn kast op in het weekend, want door de week zijn we ook er echt geen tijd voor. Dan ben ik nogal druk met werk, met school, met dit en met dat, met sport, met hardlopen. Ja, dat is ook sport. Maar dan ben ik gewoon veel te druk en dan ben ik te chaotisch. Dus dan heb ik geen tijd om mijn kast op te ruimen. En het is nogal veel werk om mijn kast op te ruimen. Sorry. Dus door de week heb ik geen tijd om mijn kast op te ruimen. Mijn kast ziet er echt niet uit. Hij is nou een beetje een puinhoop. Omdat ik alles en nog wat uittrek door de week. En schrik er niet van voor deze beelden, voor deze video. Want mijn kast ziet er echt niet uit. Daarom moet ik hem ook opruimen. Dus veel kijkplezier. Alweer veel kijkplezier. Sorry, ik ben een beetje blunderachtig. Als jullie mijn kast zien, niet schrikken. Wat ik net al zei van deze beelden. Kijk, dit zijn mijn shirtjes. Die zitten nogal door de hoofd, zo te zien, wat jullie zien. Die moet ik zo meteen dus sorteren. En dit zijn mijn truien, mijn broeken. Beetje door elkaar. En mijn pyjama's. Daar onderin zitten mijn pyjama's. Hier mijn broeken, mijn truien. Hier mijn shirts dus. En dit zijn mijn lange mouwen. Die ga ik dus eerst even opvouwen. Ik zal even op bed leggen. Hoppa. King lover talking upon the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Nou, de lange mouwen shirtjes heb ik al in de kast neergelegd. Ja, mooi opgevouwen. Dus nou verder met de rest, met de truien. Kijk mij, stapeltjes. Nou, ik heb best wel veel truien, dus ik heb 4 stapeltjes met truien gewoon gemaakt. Niet normaal, maar mode. Nou, ik heb 4 stapeltjes met truien gemaakt, want ik heb best wel veel truien. Ik heb de eerste stapel in de kast neergelegd. Kijk hoe het resultaat wordt straks. Nou, ik heb eindelijk de truien opgevouwen en zo. En nu ga ik verder met de shirts vouwen. En netjes in de kast neerleggen. Ja! Yeah. Trouble, trouble.
Nou, ik heb bijna alle shit opgevouwen. Niet normaal hoeveel. Wat ik net ook al zei. Veel te veel eigenlijk. Maar ja. Nou, de eerste kledingplank heb ik al helemaal klaar. Want ik was wel druk met vouwen, met shirtjes, met truien en zo. Dus ik zie er veel net uit. Hier heb ik een stapeltje, zeg maar. En hier, 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 daarachter nog langmouwen, truien, truien. Nou ga ik verder met de drie andere planken. Deze plank met de broeken ga ik eerst mee beginnen. En daarna ga ik de pyjama kant doen. En dan onderin mijn werkkleren en zo en mijn werkbroeken. Mijn nieuwe broeken moet ik ook nog opvouwen. Die zitten nog hier in de tas. In de tasjes. I found a love for me. Darling, just dive right. De eerste spijkerbroeken uitzoeken en opvouwen. Ik ga twee stapeltjes maken van de spijkerbroeken. Want ik moet een stapeltje maken van mijn werkbroeken voor broeken die ik echt nieuw heb. Wow. De stapeltjes van de spijkerbroeken heb ik nu klaar. Dit zijn de broeken die ik na het werkjaar ga doen. Dus die komen onderin de kast van mijn werkkleren. En dit zijn dus mijn goede spijkerbroeken. Die doe ik dus niet na het werk aan. Nou, ik heb dus twee stapeltjes gemaakt van de spijkerbroeken. Eén die ik na het werk aan doe. En één die ik gewoon met, ja, gewoon thuis aangedoe in het weekend. Met feestjes en dat soort dingen. Want ik slijp best wel veel broeken. Dus. Nou ga ik verder met de laatste broeken die ik moet setteren. Zeg maar de glimbroeken. En ja, ik laat jullie het zo meteen wel zien. En gewone groene broeken. En doe ik dus met gekleurde broeken. Deze zijn dus groen. En nu ga ik verder met mijn glimbroeken. Zwarte glimbroek. Ik heb twee zwarte glimbroeken. Daar maak ik dus een stapeltje van. Deze heb ik net nieuw gezien. Nou, de broeken heb ik nou gesorteerd. Die liggen echt super mooi in de kast, vind ik nu. Veel netter dan toen straks. Hoe het was.
kijken, hier heb ik een stapeltje met zeg maar gekleurde broeken met kleurtjes. En hier ook. En hier de glimbroeken. En hier de spijkerbroeken. En hier zitten wat truien, zeg maar, die heb ik toen net niet laten zien. Nou, ik ben klaar met mijn pauze. Ik heb lekker thee gedronken, 2 kopjes thee met een plakje cake. Dus daar was ik wel even aan toe. Nou, ik ben ook even tv aan het kijken. Even Henry Deentje op Nickelodeon. Die vind ik altijd nog heel leuk om te zien. Je bent nooit te oud voor een serie, zeg maar. Het blijft gewoon leuk. Dus... Wat is er toch aan de hand met jou? Henry gaat niet met 2 meisjes naar hetzelfde feestje. Maar dat kan toch? Nee! Ik heb dat al vaker gezien. Van die slechte tv, het gaat echt nooit goed. Maar dat is gewoon slechte televisie. Dit is echt heel anders. Even kijken, waar ben ik gebleven? Oh ja, deze stapel heb ik nou klaar, deze plank. En dan ga ik verder met de pyjama plank. Dus ja. I've been hearing symphonies before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Nou, ik heb al een paar stapeltjes gemaakt. Dit zijn mijn pyjama broeken. Ja, hier heb ik ook nog een pyjama broek. Truitjes, nachthemden, die heb ik nu. Nou vind ik het te koud om mijn nachthemd te dragen, dus die doe ik meestal in de zomer aan. Dus. Nou, de eerste stapels heb ik al gemaakt. Hier heb ik mijn pyjama broeken neergelegd. En hier de pyjama truien shirts of zo, hoe je het moet noemen. En nu ga ik verder met mijn nachthemden. Die ga ik hier neerleggen, denk ik. Kijken wat het mooiste is. Ja, die ga ik zo laten. Nou, dit is mijn pyjama plank. Hij is nu helemaal klaar. Kijk wat het resultaat is. Hier zitten mijn pyjama truien. Hier een beetje shirts. Hier de pyjama broeken. Pa. En hier ook weer pyjama broeken hierachter. En zeg maar de pyjama hemden. En de nachthemden. Nou, de tweede plank heb ik nou klaar. Nee, niet de tweede, de derde plank. En nu ga ik verder met mijn allerlaatste plank. Met mijn very flare plank. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played. Nou, we onze plank is bijna klaar. Alleen mijn werkkleren. Nou, alleen mijn werkkleren er nog even in leggen en dan ben ik helemaal klaar met mijn kast opruimen. Het was best wel veel werk. Dus het was heel veel werk, wat ik net ook al zei. En ik laat jullie het resultaat zien. Solo in tu boca. Yo quiero acabar
Nou, ik hoor dat jullie mijn opruimvideo leuk vonden. Ik hou niet zo heel erg van opruimen, maar deze video van maken vond ik wel heel erg leuk. Maar ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Zo ja, doe een blauw duimpje omhoog. En die gaat het. En tot de volgende video. Doei!